En hoe zit jij dan gisteravond als oudspeler te kijken? Ik begon heel relaxed. Tegen vrienden en familie zei ik, het komt allemaal goed. Beetje nonchalant. Maar de laatste 10 minuten was het voor mij wel heel spannend. Dan heb ik op een puntje van de bank gezeten en uiteindelijk juichend van de bank afgesprongen. Ja. En het is gewoon een feit nu dat je gewoon met veel talent, maar ook gewoon met de juiste manier van spelen, ja, dan zie je dat je kan verrassen. En dan kan je zelfs als Ajax, wat natuurlijk normaal gesproken tegen Barcelona, Real Madrid, dat soort clubs het altijd aflegt, kan je een Europese finale halen. Hoe u gisteravond gekeken heeft? Dat vertel ik net. Ik zat op een gegeven moment in mijn onderbroek op de bank. Ik heb meer gezweet dan ik gisteren getraind heb. Dus dat was het. In uw onderbroek? Ja, in mijn onderbroek. Ja, zo warm had ik het. Op het laatst. Okay. Hoe mooi is dit voor de club? Tot slot nog eventjes. Ja, dit is voor iedereen mooi. Ook voor Nederland, vind ik. En voor Ajax helemaal natuurlijk. Na zoveel jaren. En dat. Het is toch mooi dat je dat bereikt. En niet tegen de minste clubs. En ja, af en toe een beetje geluk gehad. Maar we hadden ook deze wedstrijd af moeten maken voor rust al. En dat hebben we weer niet gedaan. En dat moet wel gebeuren.